Ik weet dat hij afknapt op iemand die smakt. Het voordeel aan de jonkies is super dankbaar in bed wel. Ja, maar hobby's. In een volwassen mens hobby's? Ik denk dat wel. Er zijn nog veel mensen met een hobby. Wat is je hobby? Aperitief drinken. Dat is zo goed overkomen op de eerste gesprek. Annelien. Dag Stef. We hebben vorige week onze eerste podcast gelanceerd. Mm-hmm. Wat vond je ervan? Ik vond hem goed. Maar natuurlijk ben ik subjectief. Voilà, keigoed. Mega goed. Ik kan een dag niet durven luisteren. Dan denk ik, als ik hem niet luister, dan kan er ook niets verkeerd lopen. Maar ik krijg dan natuurlijk wel reacties. En die waren wel goed. Ik had een vriendin die stuurde. Die zei, het was alsof ik bij jullie in de kamer zat en dat ik gewoon zo meedeed aan een gesprek. Ja, dat is af. Ja. Dus dat was wel heel leuk. En dan heb ik ook nog een man gehad die stuurde, ik vond het heel goed en niet te meisjesachtig waar ik voor gevreesd. Oké, maar we zien er wel heel meisjesachtig uit, maar de podcast gaat wel uitwijzen dat we soms heel mannelijke gedachten hebben. Hè? Denk het. Ja. Het was heel herkenbaar, dat kreeg ik heel veel. Ja. Het enige wat ik wel kreeg was, ja, ik weet niet altijd goed wie dat er spreekt. Blijkbaar lijken onze stemmen wel op elkaar. Ja, maar dat wisten we, dat onze stemmen op elkaar leken. Maar mensen kunnen ook kijken natuurlijk, en dan zie je het verschil wel. Hè. Absoluut. Ja, weet je, en die reacties die waren wel leuk om te krijgen, maar het was wel een beetje veel, omdat natuurlijk ook klopjacht. Ik denk mensen die ons niet zo goed aankunnen, die zijn het ambetant had deze week. Want ze bombarderen met podcast en dan met klopjacht. En dat was ook als duo, dat was eigenlijk kei tof. Immens veel stress voor gehad. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat wij in beeld gaan komen. Zeer terechte opmerking of bedenking. Want ik weet nog dat mama zei, ik wilde alsjeblieft voor één keer erop letten dat je niet zoveel vloekt. Fingers crossed. En dan hadden we sturen naar mij, en. Ja, het is uit. Ik ga checken voor ons. Oké, goed. Dat is goed. Maar eigenlijk waar ik het over wil hebben, Stef, is het me beloofd dat ik eindelijk ging weten hoe dat de break-up verliep. Ik heb een paar maanden gedate met een gast dat ik dan op Bumble had leren kennen. Bumble is wat? Bumble is een dating-app, Annelien. Voor wit. Zogezegd een vrouwvriendelijkere dating-app dan Tinder, omdat je als vrouw moet je de eerste zet doen. Dus je swiped naar links of naar rechts. Als je naar rechts swiped, je hebt een match. Dan heb je 24 uur om als vrouw als eerste een gesprek te beginnen. En wat als je geen gesprek begint? Dan vervalt de match. Dan is het weg. Ja, Bumble, even vreselijk als Tinder, vind ik. Ik haat die dating-apps. Wat dat probleem is, vind ik, is dat je moet iemand selecteren op basis van zijn uiterlijk en die ene zin die daar staat. En dan moet je daar proberen een beetje tussen te swipen en dan te denken van oké, hij kan in volzinnen schrijven. Kijk nog door een dt-fout, wat dat ook al lastig is. Maar ik heb een vriendin van vroeger die ik bijna nooit meer zie, maar zij heeft ondertussen wel een man leren kennen, ook een Korevits, geen familie, maar ook een Korevits. Die hebben dus 2 of 3 kinderen gekregen. En die zijn eigenlijk, denk ik, perfect gelukkig, dus het kan wel. Maar het kan, ik denk dat iedereen een Tinder-romance kent die goed gelopen is, maar voorlopig heb ik er weinig succes op. Ja. Maar het was een goede break-up. Ja, goed. Ja. Dat is hartverscheurend altijd om iemand pijn te doen. Hè. Niemand doet dat graag. Maar ik denk dat hij het meer zag zitten dan ik. En ik dacht dat dan na het verloop van tijd dat wel ging komen of dat dat elkaar wel ging inhalen, maar dat was dus niet. Het was een volwassen break-up en ik merk dat, omdat ik het nu al een paar keer gedaan heb de laatste jaren uitgemaakt met iemand, dat ik dat wel geperfectioneerd heb. En zo goed. De zin, it's not you, it's me. Oh, dat lijkt me vreselijk, maar dat zou ik dus ook zeggen. Ja. Ik zou beginnen met sorry, het ligt niet aan u, het ligt aan mij. Voilà. Maar je kunt dat niet zeggen, want dat is dan een dooddoener van it's not you, it's me. En hij had dat op voorhand al gezegd, want we hadden een verkennend telefoongesprek gehad en dan was ik er wel naartoe geweest. Om het zo wat verder uit te leggen. En hij had al een bericht gestuurd. Ik kan wel zien dat je niet afkomt met die bullshit. It's not you, it's me. Maar is dat dan een truc? Even een belletje op voorhand. We moeten babbelen. Er is niet echt een truc, want ik meen het wel oprecht. Ik zei gewoon van, het ligt niet aan u. Hij is een superlieve gast, een supergoeie gast. Maar ik denk dat ik gewoon niet gemaakt ben voor een relatie. En dan zei hij, ik denk dat hij gewoon veel te complex is om met iemand samen te zijn. En ik denk, als het met mij niet lukt, dan zal het met niemand lukken. Ja, oké, maar ik die ook nog maar 2 jaar jonger ben dan jij, ik zou het ook niet kunnen. Voor mij zou die ook gewoon veel te jong zijn. Ja, maar hij was niet... Maar gedoenlijk of dat hij 18 was. Hij was 33 en ik ben 39. Hij is iets complexer, denk ik, in karakter. dan iedereen. Dat zo zeggen. Maar dat was een sterk karakter. Ja, dat is waar. Dus het is wel waar dat het moet aankunnen. En ik denk wel dat iemand die een stuk jonger is, dan er gewoon moeilijker mee om kan. Ja, ik denk dat ook. Oké, even een kleine interactie. Uw vorige liefjes zijn altijd wel een stuk jonger. Ja, maar... dan jezelf, hè? Dus binnen familie heerst er een bepaalde overtuiging dat ik val op adolescenten of zo. Ja, absoluut. Wat dat helemaal niet waar is. Helemaal niet. Er is een reden waarom dat ze jonger zijn en dat is omdat iedereen van mijn leeftijd is bezet. Maar dat is totaal niet waar. Je swipt dan gewoon verkeerd. Maar nee, sorry. Hoe werkt dat dan? Getikt, ja, whatever. Ja, nee, swipen. Geliked verkeerd swipen. We wijken af. Dus waarom zijn de vorige liefjes jonger? Maar omdat die beschikbaar zijn? Ja, alleen, ja, nee, omdat ik een half pedofiel ben. Die vallen op jonger. Bij voorkeur als een bal niet ingedaald zijn. Voor rare vragen staan. Ja, maar dat was iets dat de anderen bezig hield. De anderen? Ja, wij dus. Dus jullie waren er onderling bezig onder elkaar van... Maar ja, waar is het even probleem dat ze vallen op jonkies? Waar is het mislopen? Maar wat een fuck. En durven die vraag stellen bij deze? Bij deze heb je de vraag gesteld in een podcast waar dat iedereen aan luistert. Ben je een pedofiel? Nee. Dat zeggen we niet. We dachten dat er iets anders achter zat. En wat dan? Ik heb er niet veel gehad, maar de mannen die ik heb gehad, weten, zijn altijd een stukje ouder. Okay. En ik heb ook altijd gezegd, ik vind dat geeft een bepaalde rust. Voor mij dan, althans. En dat is zo, hoe hectisch dat wij ook soms denken. En, oei, ze geeft me een blik. We dachten dat er iets anders achter zat. Oké. Voor de luisteraars geeft me nu een blik van... Oké, shut it. Nee, ik ben benieuwd. Mm-hmm. Het is een afwachtende blik. Ik vind gewoon een iets matuurdere man geeft ons, die nogal redelijk hectisch zijn en nogal kunnen flippen... Ja, moet ik het zeggen? Gewoon die hectiek iets kan doen temperen. Of don't kill me now. Denk ik. Dat je er ook deugd van zou hebben. Ja, zeker. Maar als ik zo iemand vind, dan zal ik het u laten weten. Mm-hmm. Voordeel aan de jonkies is super dankbaar in bed wel. Schijnt. Ja, ik kan er niet over meespreken. Maar het is wel waar dat meestal misloopt op een verschil in maturiteit. Dat is waar. Ja, want jij bent heel intelligent. Nu maak ik het goed. Ja. Even hyperintelligent. Maar dat is ook wel een maatstaf dat je moet kunnen vinden bij je partner. Ja. Wat denkt u dat liefdesverdriet dat erger is als je jonger bent dan als je ouder wordt? Ach, dat weet ik dus niet. Maar is dat niet ene keer... Nee, ik ben één keer gedumpt geweest. Maar ja, gedumpt, laten we ook nog even over dat woord hebben straks. Ik vind dat een vreselijk woord. Ja, maar het voelde toen echt, trash zit of zo. Maar het voelde toen echt als gedumpt worden. Even kaderen, ik was 16 jaar, ik was eigenlijk wel echt verliefd op die jongen. We gaan op reis en ik wou toen nog geen seks, ik was nog maagd. En ook op reis gebeurde het niet, omdat ik gewoon echt boundaries stelde van oké, ik wil het nog niet. En ik denk 3 dagen erachter, na de reis, of 4 dagen erachter, zaten we in zijn auto en zei hij letterlijk, dus iedereen noemt wij witten, in het West-Vlaams is dat witten. Ja, witten. Thuiskiet nu. En ik dacht... excuseer. Wat is er juist gebeurd? En wat heb jij vooral juist gezegd tegen mij? Ik weet nog dat hij zo... Ik weet niet hoe verdwaasd tegen mij zei. Maar ik weet nog dat hij hem zei. Thuiskiet. Allee, maar wie zegt er dat ook? Wie zegt er dat nu? Nogmaals, ik heb niet veel relaties gehad. Maar ik weet wel dat dat niet de manier is. Dat is niet de bedoeling om op die manier uit te maken. Dat kan toch niet? Nee. En ik moet wel eerlijk toegeven, oké, het was kalverliefde en er was nog geen echte, omdat er natuurlijk nog geen intimiteit was. Maar dat deed mij toen wel iets. Tuurlijk. Ik weet, dan was dat in uw kamer en cheesy muziek. En blij. En dat doet ook zoveel zeer, hè. Is dat door al die hormonen die in uw lijf zitten? Nee, het was gewoon pure kwaadheid van, what the fuck? Dat toch, Carmen, ze is zo verdrietig. Hij hangt zijn gezicht in. Ja, hallo. Hoe het niet moet. Nee, eigenlijk niet. Staat bovenaan, hè. Ja, en dan is er Bertram geweest. Dat was dan mijn eerste echte lief, zal ik maar zeggen. En dan was ik Miss België en toen kwam Olly. Ja. En oké, Olly is ook mislukt, jammer genoeg. Bertram, Bertram heb ik wel moeten... Nee, ook. Ik was degene die dat toen uitmaakte. Ja, en wat heb je gedaan? Ja, dat was ook wel niet echt volgens boekske. We waren op dat reis. Weet ik eigenlijk niet, dat verhaal ken ik dus niet. Nee. Oké, Timothy Bertram, de crème van de gast, nog altijd zijn we... Hij luistert naar de podcast, dus let op. Ja, maar nog altijd, alleen maar lovende woord zijn, nog altijd zijn we vrienden. Ja. Als we elkaar zien, nog altijd een knuffel. Allee, we komen nog altijd heel goed overeen. Maar we waren dus op reis, was het Portugal of whatever. We waren al sinds op reis en ik denk dat mijn papa en Carmen waren. De eerste reis dat we samen deden. En als ik het niet meer voel, is dat ook heel instant. Bij mij is dat ik voel het niet meer. Dus op reis... En was dat in het begin van de reis of op het einde? Ja, dat was in het midden. Ik denk dat we nog 2 of 3 dagen te gaan hadden. Oh, fuck. En ik die heel slecht ben in doen alsof. Ja. Ik heb gewoon gezegd op dat bed tegen hem... nee, niet tijdskeen. Wel... Ja, ik voel het niet meer en denk dat dat toch niet gaat lukken. Zoiets. En dan weet ik dat ik hem echt... Want hij was een beetje heartbroken. Dat ik echt met zo'n koude washandjes op zijn voorhoofd... ja, ik heb hem echt heel goed verzorgd. Die me nog altijd zitten op dat bed met een washandje op zijn hoofd. En haar het en sorry. En wat was het doel van dat washandje? Om hem zo wat ja, te kalmeren en hem te doen... Ja, je was er wel de kop van in. Gaar. Maar ik vind dat dat wel nog meeviel. Behalve dat je het misschien inderdaad op het einde van de reis had kunnen doen. Maar ik snap me wel. Ik ken dat wel hetzelfde. Als ik het niet meer voel, dan voel ik het niet meer. En dan is er niets meer aan te doen. En maar dan mag het ook geen dag langer mee duren, hè? Nee, want alles wat hij zegt of doet, ergert u. En dan word ik zo een bitch. En één keer dat in die fase zit van ergernis, is er no way back. Nee, dan begin ik zo wat ruzie te zoeken als een reden om het dan uit te maken. Zo'n aanloop. Dus bij deze, voor de volgende partners, watch it. Ja, ik weet niet of ik al terug klaar ben om te daten. En ik zie dat... Ik vind dat zo een gedoe. Ik kan heel een dag praten. Ik ben psycholoog, dus dat is veel praten overdag. En dan kom ik thuis en dan wil ik eigenlijk tegen niemand meer praten. Maar dan moet je die app open doen, moet je zo een soort non-gesprek voeren. En dan spreekt af. Ik woon in West-Vlaanderen, dus dat is dan meestal in Gent. Zo aan de Ventura. Je zit er dan op dat terras van de Ventura een beetje te praten over wat zijn hobby's, paardrijden en postzegels verzamelen. Ja, maar ergens moet je het ook wel weten. Dat vind ik ook wel. Maar hobby's. In een volwassen mens hobby's? Ik denk dat wel. Er zijn toch veel mensen met een hobby. Wat is je hobby? Aperitief drinken. dat is zo goed overkomen op een eerste gesprek. Score. Ja, oké, want het is ook al een beetje zo. Zou jij dat doen? Moest het gedaan zijn, maar vriend? Eén, ik heb nog nooit op een Tinder of... Hoe noem je het? Bumble. Maar ik heb ook ooit, denk ik, een keer in een Tinder gescrolld en ik herinner me alleen mannen met vissen. Denk ik, ja, wat moet je hiermee nu doen? Ja, maar wat is de gedachte erachter? Dus als mensen willen reageren in de podcast, please do. De enige gedachte kan zijn, het is mijn grote hobby om te vissen en kijk wat een vis ik gevangen heb. Ik heb er geen woorden voor. Ik denk echt dat zoiets oer is van kijk wat ik kan doen, ik kan providen. Ja, maar ik kan ook een vis fileren en op een barbecue leggen. Maar ja, en ook wie gaat er achter een vis in de rivier? Gaan naar een vis achter vis in de viswinkel. Ja, oké, maar heel af en toe fileer ik wel zelf een vis. Maar ja, oké, fileer, maar daarom had je hem nog niet gaan vangen met je blote handen. Maar weet je wat er mij dan ook aan die foto's wel stoort? Is de vliegende visoutfits. Dan gaat dat meestal gepaard met een soort van overal, vissershoed, handschoenen. En dan denk ik, oké, maar hoe fout kan het worden? Overdreven, het is een bloot bovenleef. Dat is niet waar. Check mijn lichaam, hoe goed dat ik geconserveerd ben. En kijk wat een grote vis ik heb. Ofwel is dat de metafoor. Kijk mijn grote vis. Ja, in ieder geval, ik snap het niet. Ik heb het ook nooit gesnapt. Dus ik denk dat dat ook de grootste reden is, de vissenbannen, waarom dat ik het nooit heb geprobeerd. En ook in alle eerlijkheid, ik had toen al enige bekendheid. En voor mij daten, ik wou niet daten, omdat ik ook schrik had dat er heel veel fouten... En ik heb mijn deel van foutenmannen wel tegengekomen, vanaf mijn 1920 tot nu. Ik was nog jong, hè, en ik was nog met Olivier. En ik stond ooit aan een toog een drankje te bestellen en opeens komt er een jonge snuiter. Een jonge snuiter? Ja. Maar hij klinkt soms 80, hè? I know, ja. Een jonge knaap. Ja. Ik weet dat ik een beetje 80 ben. Dus er komt er zo... Nogmaals een jonge snuiter, dat is mij. Een jonkie. Is dat beter? Allee, iemand jong. Naast mij staan op de kop kleiner aan het kijken. En zeker ook 5 tot 7 jaar jonger dan ik. En ik was al jong. En die geeft mij gewoon zo'n elleboog. En hij geeft mij de ene zin. Ik zal u wel onderhouden. Oeh. En opnieuw stond ik met mijn hoofd naar beneden. Nogmaals, hij was een kop kleiner. En ik denk dat ik gewoon mijn glas heb op me genomen en op mijn rug gedraaid. En ook gewoon geen woord gezegd. Want ik dacht, hoe kun je hierop reageren? Dus het beeld dat misschien mannen hadden van mij toen was... Ze zijn bij een voetballer, ik ga een keer zorgen. Ik ga wel even providen voor dat blond meisje die er voor mij staat. Sorry, blonde vrouw, want nogmaals, jong gast. Dus buiten die foute opmerkingen, natuurlijk zijn er veel mannen die ook gekomen zijn dat ik toen misschien nooit een kans heb gegeven, omdat ik te bang was ook. Maar buiten ene keer heb ik nooit gedate tussen... achter Olivier. Je bent één keer op date geweest met die advocaat. Vertel dat verhaal een keer aan de mensen thuis. Shit, dus er was een advocaat... Ik moet wel toegeven, een hele mooie man. En hij stuurde mij een berichtje van, kijk, gaan we nu een keer lunchen. En ik had die al wel een paar keer gezien, zo via via. Ik dacht, oké, ja, we doen dat. Dus ik mega nerveus. Ik weet nog, ik heb toen aan Lot gebeld in de auto of naar u, ik weet het niet meer. nou ja, gaat dat hier lukken? Zo, weet je, een beetje chic gekleed, maar toch niet te. Ja, ik ken het. Dus bon, ik stap er binnen. Hij zat er al. Dacht, oké, goed teken. Bleek dat gewoon een saai gesprek te zijn. Dat gewoon, zijn leefwereld was totaal de mijne niet. En dus het was een mismatch. Het was niet dat die gast super saai was of wel. Nee, maar het was hyperintellectueel. Maar ja, dat was zo echt sleuren en trekken. En op een bepaald moment valt dat gesprek ook echt stil, worst. Want dat wilde nooit. Ik ken het ook ondertussen al 3 keer op de wc gelopen voor toch wat te kunnen breken. En op een bepaald moment valt dat weer stil. En kan ik alleen maar zeggen... Goh, moest je nu een dier mogen zijn? Wat zou je dat willen zijn? En ik zie die een blik nog altijd voor mij. Dus hij is een volwassen vent, een hyperintellectuele man. What the fuck? Maar wat was de worst date dat je in de afgelopen jaren hebt gehad? De worst. Hetgeen dat bijbleef was wat je niksman me geflikt heeft. Ah, oei, ja. Olivier dus hard gedacht, wij gaan een date regelen voor Stef. Dus Olivier en ik zijn qua persoonlijkheid eerder verschillend. Laten we zeggen, gewoon haaks op elkaar. Ik had toen al eigenlijk moeten denken van, ik denk niet dat Olivier correct zal inschatten wat ik nodig heb. Maar ik dacht, give it a go. Give it a go. Yeah. We willen niet eindigen met 50 katten. Maar goed, we hadden afgesproken, er is een pit aan of zo, denk ik. Op restaurant. Ik kom daar binnen en zeg, ja, voor wie is het? Ik zeg, ik weet het niet, want ik ben op blind date. Nu, die ober en ik, dat klikte. Je weet, ik en obers, dat klikt altijd. Zeg, laat ons iets afspreken. Als het echt rampzalig verloopt, dan doe ik teken. En dan komt hij vragen van, mag de rekening er zijn? Dus je komt niet vragen dessert, je komt niet vragen koffie. Je vraagt gewoon, mag de rekening er zijn? Die gast komt toe. Op zich niets verkeerd. Maar ja, type makelaar. Hè? Ai. Dat is echt niks van mij. Een blauw hemdje en bruine mocassins en dan zo'n proper broekje. Tegenovergestelde van wat je wilt. Die gast had wel goed voor, maar die dacht, ik ga ze voor mij proberen te winnen door te stoeven en wat voor huis dat ik woon en wat voor een auto dat ik krijg. Ook weer hoe het niet moet met Stefanie. Voilà, ja. Dus ja, ik was er waarschijnlijk al... Ik heb niet zo'n pokerface zoals dat je weet. En denk dat zo... Ja, denk dat het hoofdgerecht nog op tafel stond, dat die gast al verwezen hoofdgerecht was en die overkomt. Maar de rekening er? Yep, dankjewel. Ja, merci. Ja, ze zeggen toch altijd dat het best is om via iemand te leren kennen. Hè? Ja, maar waar ga ik naartoe? Allee, ik hou ook niet uit, of bitter weinig uit. En als wij weggaan, is het ofwel met elkaar, ofwel is dat zo'n diner bij vrienden, maar ook dan, weet je, dan kan het ook wel een keer dat er iemand zegt, ah, by the way, een collega van mij is terug vrijgezel, misschien is dat wel iets voor u. Ik denk dat zo wat de manieren zijn om... Dat is het ideale scenario, maar ja, als ik uitzend, dan is hij een kortrek en bras. Ik ken daar iedereen. Dat zijn mijn vrienden, of ik heb het al gedaan. Is al gehad, check. Ik heb al been there, done that. Dus ja, de spoeling wordt dun op die manier, hè. Niet voordat ik hierop zeg. Ik wil waar jij... Ik hoop zo dat papa niet luistert. Jawel. Tuut. Wat zijn er dingen dat je nu denkt van... Oké, dit wil ik ook nooit meer. Of heb je dat nog nooit echt gehad? Nee, eigenlijk niet. Ja, pathologische stoornissen zou ik liever inderdaad. Ja, oké. Maar je hebt natuurlijk de classics van slecht gebit of dat. Ja. Die dingen... Als slechte hygiëne, denk ik dat voor iedereen wel... Ja, Monique, kijk naar mij. Ik knap volledig af op slechte hygiëne. Maar ja, moest ik nu zeggen, bijvoorbeeld, ik weet dat hij afknapt op iemand die smekt. Ja, dat vind ik... Dus moest je nu bijvoorbeeld de keuze hebben. Iemand die constant... Hey, is het Insta-dilemma? Dag. Of iemand met een slechte adem. Maar Lien, ja jong, dat is whole year of the pest. What the fuck? Maar waarom moet ik kiezen? Waarom moet ik kiezen tussen die twee? Smekken. Smekken, pakken. Houden? Ja, houden. Maar iedere keer als je hem in een gezicht ademt of als je wilt muilen, dat je zo'n walm van voor de vis. Nee, hè? Ja, oké, maar als ik denk, we kunnen dat misschien wel laten behandelen. Meestal komt dat vanuit de maag. Hier. Dus. Standaard. Nee, wat zou jij kiezen? Ik ben ervan overtuigd dat als smekken kunnen niks doen. En stel nu dat hij zo stinkt, zou je het zeggen? Ah ja, absoluut. Ja, dan is de dokter binnen. Hè. Maar hij zou echt zeggen, Freetje... Stinkt nee, ik zou zeggen, ik denk dat we even naar een dokter moeten gaan. Of gewoon, liever, er staat een dokterafspraak gepland donderdag om 11 uur. En niet zijn waarom. Gewoon niet zijn waarom. Verrassing. Ja, maar dat moet je ook wel durven zeggen. Hè? Want vaak durft er, zeker niet in het begin, durft dat niet zijn, die nieuwe partner. Allee, ik kan nu onlangs ook een vriendin, klinkt misschien ook raar. Ze was met haar partner, dat ze nog niet lang heeft, naar bed gegaan. En er was een soort van, ja, ik zal het maar gewoon benoemen, orale bevrediging. Maar die man had niet gedoucht. Dus dan denk ik, allee, kom op. kom op. En met die flieter in je mond. Zei, oh, kijk even omhoog. En zei het hast. Douche zo en kwaad. Nee, ik bedoelde dat niet. Ik bedoel, als je nu weet, als man en als vrouw, dat het zit te gebeuren, dan douche je toch. Of allee, er is toch wat voorbereiding. Ja, ik weet het niet. Dan ga je toch achter het eten stiekem je tanden gaan poetsen. Het is like 's morgens in het begin van een nieuwe relatie, kruipt je toch uit bed om je tanden te gaan poetsen. Altijd. Echt waar, zo 's morgens muilen, no way. Maar, exact. Ik lig in bed en ik denk... Ja, dat is een remedie tegen de liefde. Ik moet je zachtjes plassen. Nee, ik zeg gewoon, ik kan mijn tanden gaan poetsen. Ja, ik wil dan nog een beetje mysterie houden. Dus je hebt geen specifieke afknappers. Ik denk iemand die stemt op Vlaams Belang, zou een afknapper zijn. Visa papa. Iemand die het zo zelf niet waar maakt, weet wel, die gewoon teert op wat dat zijn vader verdiend heeft en dan de grote man aanvangt. Vind ik super onaantrekkelijk. Ik vind ambitie heel belangrijk. Geef mij gelijk welk een job, maar iemand die met een glimlach opstaat en gaat werken en met passie zijn job doet, dat is voor mij echt iets dat een boost kan geven. Maar iemand die in de zetel ligt en zegt, oh, wat gaan we vandaag doen? Oh ja, ik weet het niet, pluk de dag en we gaan een keer... Oh ja, ik ga zoiets een keer... ja, ik weet niet, een keer in de brievenbus kijken. Ik weet niet wat de definitie van pluk de dag is, maar in de zetel alleen en naar de brievenbus gaan kijken. Niet goed. Vind ik nu niet YOLO. Ik was gewoon aan het denken, moest ik in mijn zetel en wat zou ik doen? En het eerste wat hij bedenkt is naar de brievenbus. Ja, maar dan denk ik, misschien zijn er nog rekening dat ik niet betaald heb. Van die dingen. Ja, oké. Het ding is, als je 16 of 26 zit, dan denk je the luxury of time. Je denkt, het is onsterfelijk, van alles proberen. Je hebt tijd om wat aan te klooien. Maar nu heb ik dat niet meer. Ik ben liever alleen dan dat ik samen ben met iemand. Ik zeg altijd, een relatie moet een meerwaarde zijn voor mijn geluk en geen voorwaarde. Dus... Ik weet het altijd, een meerwaarde in plaats van een voorwaarde, I know. Ik ben ook graag alleen, laat het eerlijk zijn. Ik woon ook alleen, ik ben ook graag alleen. Maar ik vind het ook altijd heel fijn dat ik dan bij hem thuis kom en we eten met twee en mama zegt toch altijd, niemand is er gemaakt om alleen te blijven, of om alleen oud te worden. En... Daar ben ik dus niet zo zeker van. Hè. Ja. Weet je wat ik denk? Is, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je weet wat je niet wilt. En die lijst van wat je niet wilt, wordt langer en langer. En je leven vormt zich naar alleen zijn, waardoor dat moeilijker wordt om daarin iemand in te passen of zo in dat leven. Dan denk je van, ja, kijk, ik heb geen zin om voor u te komen samen. Maar dat is ook een moeilijke. Hier zou ik een heel uur over kunnen volbabbelen. Ik zei ook tegen Free, vroeger moest ik dat iedere dag doen, te 6 of te 7 moest eten klaarstaan en. Ik had toen meer tijd, nu niet, ik heb een fulltime job en de rest en 2 kinderen. En die gast zei terecht van, maar ik verwacht ook niet, want ik ben ook al 8 jaar alleen en ik kan het ook zelf. Maar toch heb ik dan, die ook wel heel huiselijk is, niet de behoefte, maar ik denk dat dat wel moet. Ik zou me schuldig voelen, moest hij thuiskomen, want hij werkt nog een stuk langer dan ik. En ik lig er in mijn zetel en er is gewoon niks klaargemaakt. Ja. Is dat dan typisch West-Vlaams? Is dat vrouwelijk? Het is dat... typisch Kordovits. Papa heeft er altijd wel zo op gehamerd. Je mocht een vent niet. Wat zit hij altijd weer? Ja, ik was juist bevallen en papa fluisterde in mijn oor. Het is niet dat je event niet verwaarloost. Ja, dat is dat. Juist de opengesneden langs de... Ik ga je niet in details treden. Een horrorbevalling. Oké, dat is niet weliswaar. Het is niet langs 2 kanten open. Maar ik denk inderdaad wel dat papa dat heel belangrijk vindt. En misschien, en mama, sorry, was ook huiselijk. Hè? Ze had een fulltime job, ze had 4 kinderen. Mama heeft altijd vers gekookt voor ons. Ja, dat is waar. Dat is inderdaad het ding. Ik ben heel zelfstandig en heel goed op mezelf. Maar vanaf dat ik in een relatie zit, dan komt dat zorgende naar boven. En ik heb het gevoel dat ik toch moet zorgen voor die vent. En moet zorgen dat zijn lievelingseten en neus is en alles. Kijk, dat hij zich goed voelt. En dan begin ik mezelf zo wat te halen. Dat ik denk, wow, zit hij hier de huisloor aan het uiten? Ik ben niet zo huiselijk, maar ik weet niet wat dat is. Ik vind dat echt ja, hij is inderdaad minder huiselijk dan ik. Sorry. Ik vind het vooral moeilijk, denk ik. Eén keer dat ik... Want ik heb nogmaals een keer niet echt gedate. Mijn lief heb ik nu leren kennen via Lot. Onze andere sibling. Ook via. Maar we hebben wel een lange aanloop gehad in afspraken. En ik zei ook, ik kom naar u, want als het tegenvalt kan ik weg. Ja. Ik had dat ook letterlijk gezegd en dat was ook prima voor hem. En dan zou wel een paar keer echt moeten afspreken van oké, wil ik dit wel? En kan ik mij hier nu terug in die relatie smijten, terwijl dat ik eigenlijk gedioteerd was van alles. Wat dan met... Maar het heeft er wel even tussen gezeten, toch? Tussen Olivier en Free. Ja, een paar jaren, maar dan nog. Ja. En vond je dat moeilijk om opnieuw u zo op te staan? Niet moeilijk. Ik had het nog niet. Nee, dat is waar. Maar, en dan denk ik, de aanhouder wint misschien wel, want... Iemand die vindt dat het de moeite waard is om wel even voor te vechten. En ik ben wel blij dat hij dat gedaan heeft. Maar jullie wonen ook nog niet samen, hè? Ik wil dat ook nog niet meteen, maar dat is praktisch. We hebben ook kinderen, hè? Allee, ik heb 2 kinderen. puur praktisch of zit er ook emotionele koppelingen? Ja, het is beide. Het is ook de pure angst van als het terug mislukt, tja, dan moet ik terug vertrekken en dan wil ik nooit niet meer. Hè. Maar ik denk dat ik dat ook heb na mijn scheiding dan. Dus het heeft me ongeveer 7 jaar gekost om er bovenop te geraken, zo financieel en economisch en emotioneel en al wat je wilt. En dan ben ik nu, kan ik perfect voor mezelf zorgen. Ik heb niemand nodig, ik betaal mijn eigen auto, ik betaal mijn eigen huis, ik heb mijn werk, ik doe 3 jobs om te kunnen rondkomen. Maar bon. En dan denk ik, oké, als ik dat nu weer probeer en ik zit weer in een lange relatie, dan stel dat dat dan verkeerd loopt, misschien ben ik tegen dan 65 en dan moet ik weer opnieuw beginnen. Mm-hmm. Ja, ik snap het. Maar ik denk wel, hoe ouder we worden, en oké, we zijn nu middle-aged, savant nog. Ik denk dat we middle-aged, ja, dat sorry, woord niet meer worden of niet middle-aged. De helft is gepasseerd. Maar moesten nu 60, 70, 80 zijn, dat er echt wel iemand gaat missen om... een pampers te verversen. Nee, wij gaan dat wel doen. Gewoon iets gaan eten, een keer een dasje naar de zee, wilde naar een museum. Ik denk dat dat vooral een groot gemis is met mensen die ouder worden. Je kunt toch op verschillende manieren niet alleen zijn. Ik heb heel veel vrienden intussen. Ik heb een andere stelling. Stel dat nu een man leert kennen en het is 85% goed. Ja. En die 15% denkt, oh, daar ben ik nog niet zeker van. Kunnen dan u stellen in de 85% of niet? Ik denk dat niet. Ik denk dat mijn lat zodanig hoog ligt dat dat bijna... Allee, niet dat ik denk dat iemand perfect is. Maar wij zijn ook niet perfect, hè? Ja, verre van, amai. It's a challenge. Dat is niet waar, dat is gewoon een uitdaging, maar dat is plezant. Het is een uitdaging. Maar ik denk wel, moest ik, als ik dan echt de juiste tegenkwam, dat gevoel dan wel overheerst. Zo. Ik zie de toekomst wel heel rooskleurig in voor jou, Stef. Is dat? Ja. Wat zie jij precies in mijn toekomst, Annelien? Ik weet niet, ik denk dat hij binnenkort wel iemand leert kennen. Iemand die ouder is dan 18? Ik hoop het. Dat kunnen we hem eigenlijk meenemen op café. Omdat hij legaal mag drinken. Ik ben blij dat madame Soleil hier en een bol rooskleurig optimistisch blijft. Ja. Ja, mama, hoe oud is mama nu? 64? Mama is 64, ja. Ja. Prachtige vrouw ook. Ja, nog altijd single, maar die heeft toch ook wel wat rare verhalen al meegemaakt. Hè? Weet je dan nog dat ze daar met een gast aan het eten was? Of met een gast aan oh my god, van die klinkt raar. Maar mama vertelt dus ook wel heel veel en heeft dus ook weinig schroom de laatste 10 jaar, zal ik maar zeggen. Binnen ons gezin wordt er zeer open over relaties en seks gepraat. Ja. Dus en oké, nu kunnen jullie denken, dat is raar aan mijn moeder, maar... Maar just goes with it. Ja, ze volgt ons en ze houdt er ook voor. Ja. Dus ze gaat op date, maar vertel maar verder. Ja, ze gaat op date en ze was op zich wel aangetrokken, denk ik, tot die man. Absoluut, want ze zag wel zitten. Ja, ja, en ze waren bij hem thuis, iets aan het drinken of zo. En opeens, die gaat naar het toilet en die komt terug. En die staat in het deurgat en hij kijkt naar mijn moeder en hij trekt zijn broek naar beneden en hij zegt, meet junior. En als ma dat vertelde, stond ik letterlijk met mijn mond vol tanden. Gewoon, mijn mond viel open. En ik dacht... Maar wie doet dat nu? Maar welke wie doet dat nu? Ja, maar... Dus mama heeft gewoon gezegd, wilde nu alstublieft broek terug gaan doen? Maar ze nou... Nee, ze is beginnen lachen. Ze is bijna lachen, maar ze heeft wel gezegd, wilde nu alstublieft broek terug gaan doen? Ja, en dan belt ze dus naar ons. Maar ze zei, ik heb een goed verhaal voor jullie. En ben nog taart en koffie gaan halen. We zaten allemaal de zondag samen. Allee, maar dat komt het ook niet vaak tegen. Maar dat is weer typisch man dat hij dat tegenkomt. Hè. Dus allee, ons ma heeft nog niet veel geluk gehad met de mannen. Misschien moeten we een kleine sollicitatie doen. Ja, inderdaad. Ben je, welke leeftijd zou je zeggen? 55 plus tussen, tot dus 70. Dus ma mag wel jonger gaan. Tot 70. Ja, maar je hebt altijd mannen die zich aangetrokken voelen tot oudere vrouwen. En dat kan jij beamen. Tussen de 58 en de 73 had hij nog verhielens. Als junior nog werkt. Als junior nog werkt. Mits medicatie. Medicatie is een optie. Dan kunnen we het niet uit. Dan kunnen we het aanvaarden. Nee, maar echt. Allee, ze verdienen het ook niet echt om nog alleen te zijn. Want ja, mama is ook wel graag iemand. Ze heeft heel veel liefde te geven ook. Maar ik denk dat mama wat minder goed alleen kan zijn dan ik, denk ik. Ja, daar ben ik van overtuigd. Iemand, gewoon een gezelschapsman. Hè, dat je kunt zijn in het weekend. Ja, dat klinkt heel fout, I know. Laat ons wel wezen, mannen die luisteren, het is zonder betaling. Wij zoeken een gezelschapsman voor onze moeder. Jezus, Lene, zijn je moeder aan het hoereren gewoon. Op onze podcast, ze had er niet mee kunnen laten. Hè. In ieder geval, mama zoekt een man om het weekend door te brengen. Je weet dat heel onze productie heel hard aan het lachen is op dit moment. Hè. En juist je moeder te koop gezet. Ik bedoel het keigoed. Ja, maar ze bedoelen het, je weet nooit, dus laat gewoon een reactie achter. Kunnen we bij deze podcast van deze week afsluiten? 0800 Gigolo Geriatrie. Maar wat je, het is echt oprecht uit de grond van mijn hart, goed bedoeld. We willen jou helpen. Ja, van de grond komen. Goed, zijn er nog dingen staan dat je wilt bespreken? Of, nee, ik zal een keer kijken. Behalve, ik had geen onderwerp, hoe verkoop ik mijn moeder? Maar dat is oké. Dat je dat erin gestoken hebt. Oké, Annelien, hoe ziet uw week er nog uit? Oh, volgende week is vooral werken en dan dingen ertussen geregeld krijgen. Want we zijn te gast bij Achter de Schermen. Pieter-Jan en Jeff. Heel tof, hè? Café Congé ook. En dan persdag. Dus ik heb de kinderen, dus dat gaat veel gepuzzel worden. En misschien wel links en rechts in een babysit. Maar we gaan elkaar veel zien volgende week. Dus dat is leuk. Ik ben heel benieuwd naar de reacties op deze podcast. Ook nu mogen de reacties komen natuurlijk. Maar heel graag. Hebben we gelijk over de mannen met de vissen. Zijn er potentiële mannen die in aanmerking komen om voor moeder te daten? Ja. Stef kan natuurlijk ook altijd. Zijn er suggesties voor thema's voor volgende week? Dat mag ook altijd. Dus laat het zeker weten. @deZusKorvits. Tot volgende week.